In deze video wisselen Sjaan en ik 24 uur lang van vriendin. Dat het in dat Sjaan dus met Britt gaat daten en ik met Julia. Dat levert behoorlijk wat hilarische momenten op. Oh, oké. Nou. Ja! Moet je dan ook doen, zeg maar, wat je normaal had gedaan? Wat zou je normaal doen dan? Nee, niks. Wat? Nee, gewoon. Nee, wacht ik voor... Laat alvast in de comments weten welke challenge ik volgende week moet doen. En voor nu doe er even een blauw duimpje omhoog. En anders dan komt Sjaan een dag met jou daten. En dat wil je niet. Vertrouw me. Oké, veel plezier met de video. Yes. Oh. Oké. Nou. Oh, nu al? Ja? Goodbye. Joejoe. Oh, dat vind ik heel gek. Hey. hier is de camera. Die nemen jullie mee. En wij nemen deze mee. Ik ben benieuwd wat we allemaal gaan doen. Ik ook, dat ga jij vertellen. Oh, wat ga ik het vertellen? Wij gaan doen wat jullie altijd doen. En jullie gaan doen wat jullie wij altijd doen. Ja, dus ja. Ik moet heel veel over mezelf gaan praten. Ja, en heel knap zijn vooral. Oh. En ik ben werkzaam en ik verdien het geld in de relatie. Dus ga straks naar mijn werk. Zo, nu komt de avond als ik uit de kou. Ja. Gaan we nu ergens heen of zo? Ja, jullie moeten gewoon gaan. Jullie moeten nu gaan. Ja, we moeten gaan nu. Ik moet werken. En dat is heel raar dat wij dan nu in het huis zijn van Stefan en Britt. Ja, maar wij weten jullie hier ook wel eens. Wij moeten dat is waar. Jullie huis passen. Dat is waar. Maar toch gaan we weg. Nou, succes. Ja, jij ook. Oh, wow. Doei. Veel plezier met elkaar. Heel gek. Nou, kom lieverd, gaan we. Doei. Ja, nu zijn we alleen. Trash the house! It's not our house! Oh, hey. Nou. Oh! Britt zegt net dat ze blij is dat ik net zoveel liefde voor Wessel, de kat, heb als Steve. Ja. Maar het gekke is, wat Britt niet weet, is dat altijd als Stefan en ik met z'n tweeën zijn, met Wessel, dan probeert Stefan Wessel in een bak met soep te doen. Hoezo? Ik weet het niet, het is een hele rare jongen. Ik snap ook nog steeds niet waarom je met hem bent. Dit moest ik eigenlijk opruimen, maar nu moet Sjaan het dus doen. Ja. Nice. Oké, wat gaan we doen? Wat doen jullie vaak? Stel je had een vrije dag met Sjaan, wat zou je dan doen? We gaan vaak naar de bioscoop. Nou, we kunnen naar de bioscoop. En hoe werkt het dan? Nou, ik kies meestal iets van 4 films uit en dan zegt hij welke hij wel wil zien en welke hij niet. Oké. Zal ik dat even doen? Ja, kies er maar 4 uit. Dan kies ik wel welke film. En dan gaan we daar nu heen? Ja. We moeten ook nog avond eten namelijk zometeen. Ga je vegetarisch eten? Wat doen jullie altijd? Ik denk dat jullie altijd naar McDonald's gaan, of Sjaan in ieder geval. Ja, Sjaan wil vaak naar McDonald's, maar ik niet. maar wat doen jullie meestal? We gaan meestal naar vrijdag. Oké, dat kan. En daar gaat hij meestal iets van een hamburger eten en ik iets vegetarisch. Oké, nou. Dus op zich. Kies maar 4 films uit. Wie is dat? Ik kan niet opstaan, want Wessel zit hier. Het is Sjaan. Ik kan niet opstaan omdat ik... Nee. Oh, je hebt een gebroken rug. Ik had best wel naar de deur kunnen lopen. Hallo. Britt? Of ben jij gewoon... Britt is haar draadje vergeten. Oké. Britt is haar draadje vergeten. Oh. Echt een slimme vriendin heb jij. Hey. Heb je ook plezier bij dat ding? Ja. Ik ga wel de supportive boyfriend uithangen. Waar gaan we naar de bioscoop? We kunnen ook, want mijn broertje wilde heel graag naar de film. We kunnen hem ophalen en dan naar een film gaan met hem. Dat is wel meestal. Ik ga nooit alleen met haar. Ja, altijd moet er familie mee en dan denk je, ja, lekker met z'n tweeën. Oh, de licht, die wilde ook mee. Hier, dit bedoel ik. Dit bedoel ik. Ze wilde naar Frozen. Nou, doeg. Stefan zei dus dat hij het nu veel leuker heeft dan normaal. Alright, on to the bioscoop. We gaan... naar Frozen. Maar we gaan eerst je broertje palen, want die gaat dus mee. Ja, want ik doe heel veel met mijn broertje. Ja. Sjaan die doet ook veel met mijn broertje. Precies. En dus nu doe ik dit veel met je broertje. Ik verwacht dat je goed met hem gaat viben. Oké, als jij dan filmt, want ik rij, want jij... Ja. Normaal rij jij, maar jij hebt je rug gebroken. Ik heb mijn rug gebroken, dus ik kan niet rijden. Oké, wat denk je dat zij er zijn? Denk je dat het awkward is bij hem? Ik denk niet dat het awkward is. Ik denk het ook niet. Nou ja, Sjaan kan het best wel awkward maken, denk ik. Ja, ik snap. Maar, als hij nou iets meer hierdoor zou trekken, dan zou je helemaal volwassen worden. Oké, waar heeft Britt het over? A, over deze beharing hier of over mijn pik? Dit soort grappen zou Steve maken. Ja. Yo, Benji, what up? Dit is de broers van Julia. Wat vind jij eigenlijk van Sjaan? Leuk, aardig, lief. Oh. Nee, maar je mag gewoon eerlijk zijn, hè? Ja, dat is goed. Hij is echt heel aardig.
Oké. Weird. We moeten natuurlijk ook samen eten vanavond. Ja. Romantic dinner for two. Maar omdat ik nu Steve ben en Steve nogal bezig is met sporten, wat je niet zou zeggen, is hij heel gezond aan het eten. En heel goed en heel veel. Kijk, dat veel maakt dus niet uit. Maar gezond. Te gezonder word ik nu al moe van. Ik krijg nu al helemaal. Maar dan moeten we dus wel even over nadenken wat we dan kunnen doen. En sowieso lusjevis. Oh ja. Vind je een tonijnsteek of zo? Ja. Want dan kunnen we eventjes naar Albert Heijn straks gaan en dan uit de diepvries van die tonijnsteek en dan maken we dat. Oh, maar wacht eens. Wat? Kookt Stefan wel eens? Nee, ik kook. Nice! Maar wat doet Stefan in het huishouden? Nou, eigenlijk is het best wel 50-50. Ah. Het is alleen... Want tegen mij zegt hij dat jij alles moet doen. Moet doen? Wat is nou typisch Sean? Wat moet ik sowieso doen om op Sean te lijken? Hij is altijd vet. Vet. Dat is wel waar, ja. Wat zou Sean en Britt nou doen, denk je? Oké. Relax. Focus. Britt is te laat voor de huurafspraak. Oh nee, weet je. Ah, kut. Nee, het is oké. We zijn er. Moeten we nou helemaal omlopen? Okay. Jongens, ik betaal. Pak alles wat je kan. Oké, okay, Ruben, haal het leeg. Doe het maar. Mag ik pakken hoor? Ja, pak. Oké, wat zou Sean nemen? Wat zou Sean? Iced tea. Ik denk cola en bier. Nee, iced tea. Iced tea? Ja, hij neemt echt heel vaak iced tea. Oké, dan neem ik ook iced tea. Doe mij maar zo'n groene. Alright, we zijn er. Britt doet er huppeltje, want ze moet nog steeds naar de wc. Hebben we uitgelegd waar je precies heen gaat? Oh nee, het is een pop-up store van Fairtrade, van eerlijke chocolade. En ik hou van chocolade. En ik hou van eerlijkheid. Ik ga nu natuurlijk de supportive boyfriend uithangen en ik ga gewoon de hele tijd zeggen hoe goed ze het doet, dingetjes fixen. Ik hoop niet dat ik te irritant word. Moet jij niet plassen? Jawel, ze gaan nu een plasje halen zodat ik kan plassen. Oh, een plasje. Anders moet ik nog nodig. Moet je een plasje? Ja, ik moet een plasje doen. Moet ik nou een supportive boyfriend? Blijven, ja. Ja, hè? Go, Britt. You forgot this. Britt, jij kan dit, hè? Jij kan dit. Ben je niet aan het filmen? Ja. Weerstand. We zitten hier trouwens, want de bioscoop is nog niet open. We zijn echt veel te vroeg. Maar hier tegenover zit een nieuwe speelhal. Dan zagen we zo meteen heen. Ik merk wel dat het echt keihard werk is als Steven zijnde. Ik ben helemaal kapot. Het is maar beter dat ze zo voor me gaat koken. Go, Britt. Het gaat super goed. Keep up the good work, yes. Is Stefan ooit zo supportive? Nee, hè? dit is wel hoe het hoort, hè? Stefan. Dit is hoe het hoort. Photoshop heen, weet je. Nice. Kijk. Sam, je mag je berichten niet lezen. Dit is gewoon. Sean doet het nooit. Oh, shit. Ik voel me echt Sean. Je moet wel reageren. Ah. Hey. Oh. En dan moet ze dus allemaal dingen doen waarvan ik niet weet wat het is, want dat vertelt ze niet. We hebben een zeer troebele relatie, niet doorzichtig. Ik weet niet of ik dit een dag vol ga houden, misschien lukt het. Maar als ik het nou uitmaak vanavond, is het dan ook echt uit te zullen? Steve, ik ga zorgen voor een goede titel, oké? Oh, is ze... Huh? Oh! Oh, ben ik trots op haar als vriendje. Wat vonden we hiervan? Had Sean dit leuk gevonden? Ik denk het toch ook niet. Met die saai. Oké, dan vind ik het ook niet leuk. Zullen we naar de spelletjeshal? Ja, ik wil wel eerst passen. Ik ook heel nodig. Oké, ik ben er wel een beetje klaar mee. Dus ik ga even iets belangrijks doen. Ready?
terwijl Brit dus nog daar staat. Yes! Niks? Dat was even. Kijk, nou. Even kijken. Ik wil een klein stukje. Ja, ik wil ook een klein knibbelstukje. Als in zo'n stukje is het groot. Als in zo'n stukje. Zo, je bent wel specifiek. Maar jij? Ik neem alles. Ik neem heel erg. Nou, maar het is een stuk beter. Yes, high five. Ik ga het nu heel ongemakkelijk maken, want ik weet niet wat ik moet doen. Zo! Oké, de film is. Was semi-leuk. Maar we gaan nu. Games! Nee, no branded content naar deze spelletjeshal. Een speelhal. Yes! Hey, wat zouden Britt en Sean aan doen zijn? Ik hoop dat ze. Naar, misschien rijden ze nu terug. We zijn in de auto. Ja? Tegen koud. Oh! Ze zat aan me. Oké, we kunnen twee opties doen. Want we zijn iets later klaar. We gaan waarschijnlijk nu wel een file inrijden namelijk. Ga ik straks even kijken. Nee, we gaan niet naar McDonald's. Kut! Maar Steve heeft ook altijd een tik om pizza te eten. Dat is wel echt een ding van hem, hè? Ja. Oh. Dus of ik ga voor je koken, of we gaan gewoon een pizzaatje eten. Ik zeg dat we de pizza gaan doen. Waarom verbaas me dat niet? Dat het überhaupt gevraagd moet worden. Nou, dat is leuk voor op camera, Sean. Ja. Was ik een goede supportive boyfriend? Ja, man. Was leuk, was gezellig. Ik vind het wel leuk met jou. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd wat zij aan het doen zijn. Oh, wat zouden zij nu aan het doen zijn? Let's see. Ik denk precies dat Sean ook zou doen. Nee. Nog een keer. Oké, Sean. Yes. We zijn thuis. Want dit is ons huis nu. En we gaan pizza bestellen. Yes. En er is wel een pizza die Stefan er doet. Dat is de kebabpizza van de New York of van Domino's? New ja, hier is Domino's lekker. Dus in Beverwijk is New York. Maar vind jij dat ook lekker? Ja. Is dat ook ja. Waarom vraag ik dit soort dingen? Gaan wij dan pizza bestellen? Nu? Ja. Ja, ik heb echt zin in pizza. Wees thuis. Doe alsof je thuis bent. Wacht even. Brit is dus de chill outfit aan het aandoen. Zo knap ben ik. Oh, look at that! Fashion. Oh, Wessel vindt het een beetje eng. Nee, maar nou moet ik ook mijn outfit aan gaan trekken. Ja. Oké, wacht. Ik ben zo, hier. Ik ben zo terug. Bro, Benjamin, ik was voor jou. Ik zat heel erg achter. Nu heb ik gewonnen. Ik ben trots op je schat. Je hebt echt goed gedaan. Ik ben Sean. Holy shit. Wat zouden Sean en Britt aan het doen zijn? Ah, wat heerlijk, schat. Wat heerlijk. Is toch goed? Ja. Kan je meteen even welke afval buiten zitten, of wat? Doet Steven het ook altijd? Ja, Steven doet wel altijd het afval. Maar ja, ik ga hier zitten bij het raam. Maar jij hebt de pizza al besteld. Ja. Hard gewerkt vandaag. Snap je? Lieve vriendin. Ga lekker rustig. Wil je een kopje thee zo? Nee hoor, dankjewel. Nee, het is oké. Dit is echt... Dit gaat zo scheuren. Je kan het beter schuiven, denk ik. Oh, ja, je kan ook eerst de vuilniszak even eruit halen. Die... Dat is restafval. Oeh, dat ruikt je, ja. Holy shit. Oké, dat ga ik eerst doen. En dan de rest. Yeah. Oké. Tot zo. Ik ga eerst die deur openen. Bye. Echt 1000 uur later en we zijn eruit. En we hebben een basket gewonnen. Yeah. Voor alle miljoenen tickets die we hadden, konden we dit echt als beste krijgen. Dus nice. Wat gaan we nu doen? Wat zou Sean en jij nu doen eigenlijk? Eten of zo? Yeah. Yeah. Well,
I'm proud of you. Nee, laten we een filmpje kijken. Jij mag uitkiezen. Ah, nee, maar Steve kijkt dat. Ik kies daar altijd. Oh, hij is daar super goed in. Oh. Hij kiest altijd echt goede films, dus de druk is hoog. Maar wat voor film vind je? Jij houdt van oorlogsfilms, toch? Ja. Ik weet, ik ken je, dus ja. Kom maar hier met die... Oké. Oké. We gaan eten. Yes. En normaal gesproken gaan Sean en ik gewoon mee met mijn ouders. Altijd? Nou ja, vaak. Wat zou Sean op dit moment doen? Sowieso zou hij kip eten. De boyfriend gaat pizza halen. We hebben altijd een regel. Dat degene die met Wes... Oké, ik zit het dus te editen en ik kom er gewoon achter dat er eigenlijk een soort van jongere, dikke versie van Sean op tv is. Oké, verder met video. Zit niet... Oh, maar Wes is nu net weggelopen, maar anders... Deze jongen was zo slaggend in. Op je outfit. Eten, Wessel! Eten! Oké, wat hebben we hier? Wat heb je daar? Je hebt daar rijst met rundvlees en snijboontjes. Hier is de vegetarische roti voor Julia. Hier is antrua met zoutvlees. Aha. Is een beetje bittere groente. En is de baai met kip. Zou Sean dit ook zo gedaan hebben? Ja. Sean heeft geen keuze. Wat vind je van Sean? So far. Sean vind ik een hele lieve... Je mag gewoon eerlijk zijn. Ja, ja. Het is een hele lieve, leuke jongen. Ik hoor het maar. Nee, je mag echt eerlijk zijn. En hij is nog een beetje zoekende in wat hij precies wil. Dus ik hoop dat hij snel zijn draai vindt. Maar volgens mij, ondanks het feit dat hij zoekende is, doet hij toch al behoorlijk veel mooie dingen. Dat is zeker. Oké, de pizza's zijn op. Ik zit echt vol. Ik zit ook vol, maar dat is goed. We zitten YouTube filmpjes te kijken. Die gewoon starten met spelen. Ja, die aangeklikt zijn. Waar we ook niet heel veel keuze in hebben gehad. Wat moeten we nog doen? Wat is iets wat Stefan op een avond doet? Ja, werken. Werken. Ik voel me helemaal Sean. Wat zouden zij nu aan het doen zijn? Ik denk dat ze nu ongeveer naar bed gaan. Nee, hoe laat is het? Ik weet niet. Ik denk dat ze wel naar bed gaan. Ja? In ieder geval in bed gaan liggen om een film te kijken of zo? Eww. Nee, niet zo. Wil je ook slapen? Dit is heel gek. Oké, laten we even tanden poetsen en dan een beetje gaan. Oké? Nee, dat ga je niet zeggen. En je tanden weer eens vergeten. Nee, of mag ik jou gebruiken? Nee, nooit van mijn leven. Niemand. Brit, het ergste wat jou kan overkomen, volgens mij, is als iemand je tandenborstel gebruikt. Alright. Where the magic happens. Heb je dit ooit wel eens laten zien op tv? Op beeld, internet? Nee, alleen dit als zo. Oh ja. Want dit was mijn YouTube-muur. Oh, nice. En hier slaap je dan met Sean? Ja. Ja. Maar er ligt nog een extra matras onder. En een er... super cute bedje. Ja. Maar die moet je er dus onderuit trekken. Onderuit trekken? Ja. Oh, ik dacht er zit een systeem in. Maar het liggen op elkaar. Dus ja. Want er matras. Ja. Yes. Kom je weer niet aan Disney? Je ruikt niet naar aardbeien? Ja, jawel. Oeh. Ruikt nog steeds lekker, hè? Ja. Kijk, het is niet de eerste keer dat ik hier slaap. Maar dat klinkt niet heel gek. Bij mij. Voordat jullie dingen denken. Waar? Ik haal wel mijn trui aan hoor. Ja, ik doe ook niks uit. Nee, beter. Ik vind het ook heel gek. Okay. Maar wacht, welke plek is voor jou? De binnenkant. Ah. We slapen ook altijd zeg maar compleet hier. Want ik zie hoe erg ik tegen de muur aan lig. Steve die komt altijd bij mij liggen. Dus het lag net zo. Oh, wacht even hoor. Maar dat gaan we niet doen. Nee, nou, en hoe lig je? Met Julia. Ja? En dan zien we wat het lijkt. We krijgen een doos met allemaal kerstspulletjes. Oh, jeetje. Ja. Yes. Oh, die past ook echt goed bij jou. Bij mij? Ja. Mag ik dit als pyjama gebruiken? Ja, doe het maar aan. Tada! Ja, hij is wel echt een beetje klein. Jij krijgt alle twee de kussens. Zij slaapt dus zonder kussens. Kussen. Wie slaapt er zonder kussen? Ik heb Derek en Henry. En daar slaap ik mee. Ik ken niemand die zonder kussen slaapt. Het is mijn wens. Ik vind het niet zo gemakkelijk. Oh, oké. Okay. Nou. Nou. Wel.
ik denk nu ook aan Steve en Joel, die zo liggen. Natuurlijk. Dit voelt heel gek. Yep. Ja, nou, moet je dan ook doen, zeg maar, wat je normaal had gedaan? Wat zou je normaal doen dan? Nee, niks. Wat? Nee. Gewoon. Nee, wacht, ik word helemaal naar. Nou, wel rustig. Het is zo gek. Het is gewoon lekker zo. Oei, oei. Nou, ik vond het wel gezellig. Ik ook. Vandaag. Het viel me heel erg mee. Nee, grapje. Oh, het viel me ook wel mee. We hebben We hebben echt alleen maar leuke dingen gedaan. Ja. Slaap lekker. Joe. Toen we begonnen met het ruilen van vriendin, hadden we niet verwacht dat we... Nee, oké, ik kan hier eigenlijk niet iets moois van maken. Het is gewoon heel raar om te doen. Het is gewoon heel raar. Wel bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog, anders komt Sean de hele dag met je daten. Zo werkt het, zeg maar. Oké, bedankt. Doei!